Ik ga nu overschakelen naar Mike Staring. En ik weet al waar die is, maar misschien kan hij toch nog eens even vertellen waar die is. Over naar Mike Staring. Ja, Margreet, ik loop op de Oude Gracht in Utrecht. Vanavond is het zover, de lancering van This Is Us. Alleen maar vrouwen, het is vrouwenavond. Waarom? Het is ook een vrouwenblad. Het is hier toch, Lux? Ja. This Is Us. En de man die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt, met een fantastisch team natuurlijk achter hem, is Frank Kranen. Een man als hoofdredacteur van een vrouwenblad. Kan je je voorstellen dat mensen denken, hoe kan dat? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dit is gewoon een vak. Het is gewoon een blaadje maken. Hiervoor heb ik avant-garde gemaakt. Ik heb ook Playboy gedaan en Penthouse. Ja, het is gewoon een vak, het is gewoon een blaadje, maar dat snap ik goed. Ik snap de cadans, de fotografie, de teksten, ja. En waarin verschilt dit blad van alle andere bladen? Nou, het blad verschilt niet zozeer van andere bladen. Mijn insteek verschilt. Ik moet voor het eerst echt goed luisteren. Ik moet schakelen in mijn kop, journalistiek gezien, bij avant-garde. Dat snap ik als nicht natuurlijk heel goed. Leuk met Kylie aan de haal in New York en met Naomi Campbell in Milaan. Dat snap ik, vind ik leuk. Dat dicht bij mij. Maar hier moet ik echt luisteren. Ik moet voor het eerst in journalistiek staan. Ik moet verstaan wat de doelgroep wil en zegt. Dus dat is wel een ambitie. En dan... Wat zijn de verhalen die hier wel in staan, of items, of hoe zeg je dat in bladtermen, wat in een ander blad niet komt, wat in een ander blad niet staat? Nou, volgens mij zijn de items exact hetzelfde als in elk ander blad. Het zijn gewoon pijlers die bij elk blad horen. Het is de invalshoek, die is lesbisch. De lezeres die herkent en erkent zichzelf. En dat is volgens mij de enige verschil. Dus het is gewoon een Linda voor lesbo's. Ja. En een hele mooie Linda. Ja, want het is absoluut geslaagd. Ja, dat vind ik zelf ook wel. Ja, ja, ja. Jij kreeg staan al die meiden, de sluizen gingen open. De sluizen gingen open, ja, ja. Dat mag ik alleen maar heel empathiek om. Is positief. Ja, ja, dat weet ik, maar dat kan ik, ja, ja. Dat kan jij niet zeggen, maar ik zeg het voor je. De sluizen gingen open. Ja, ze werden wild. Ja, nee, dat is leuk, dat is fijn. Maar ik denk dat de doelgroep gewoon het prettig vindt om gezien te worden. Omdat er verbinding gemaakt wordt. En het is een beetje suf dat dat maar één blaadje is. Want het is goed zou zijn als er een lesbische Tina zou zijn. Een lesbische Cosmo. Ik maak een lesbische Linda. Maar het zou goed zijn als er meer dingen zouden zijn. Maar goed, het begin. Vera Bergkamp, voorzitter COC Nederland. Volgens mij de afgelopen week zit jij op een roze wolk. Want wat jij allemaal niet voor elkaar gekregen hebt, is dat ook zo of niet? Nou, ik ben inderdaad ontzettend blij wat we als COC voor elkaar hebben gekregen. Ik schrijf nu een column voor de nieuwe blad van de COC. En dat heet ook Roze Wolk. Dat was echt? Het heet echt Roze Wolk. Oké, sorry. Nee, dan moet ik het even inderdaad wel goed nabladeren. Ik kan hem zo laten zien. Ja, kijk hem. Oké, even heel snel. Ja, Roze Wolk. Ja, Roze Wolk, nou ja. Met een prachtige foto erbij. Vera, zijn we er? Nee, we zijn er nog niet. We hebben heel veel bereikt op het gebied van de gelijke rechten. 10 jaar geleden dachten we met de openstelling van het burgerlijk huwelijk dat we er waren. Maar je ziet nu langzamerhand dat het met de sociale acceptatie nog niet zo goed gesteld is. Als je kijkt op school, op de werkplek, op straat. Je ziet een stijging van het homofoob geweld bijvoorbeeld. Je ziet dat de school geen veilige plek is voor scholieren. En ja, daarom zijn we ook wel heel blij als COC dat we dit jaar bereikt hebben dat er vanaf het volgend schooljaar aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit. Marja is om. Marja is om. Wat hebben jullie geschreven? Een liefdesbrief? Nou, we zijn wel heel lang bezig geweest om haar te overtuigen. Maar zij staat er natuurlijk niet alleen voor. Het is ook een kabinet. Het is een Tweede Kamer. We hebben bereikt 2 keer dat de Tweede Kamer zei, Marja van Bijsterveld, zorg dat die verplichte voorlichting er komt. En uiteindelijk heeft zij ook gezegd, oké, ik ga het doen. Ik ben ook een democraat. Dus we zijn heel erg blij dat de minister dit heeft besloten. Wat staat er op dit moment op de agenda? Veel, maar een tipje van de sluier. Ja, wat heel belangrijk is, is het tegengaan van homofoob geweld. Wat heel actueel is, we hebben net een samenwerkingsafspraak gemaakt met het Openbaar Ministerie en de politie om veel meer samen te werken, te zorgen dat er veel meer kennisuitwisseling is, dat het COC wordt gebruikt als de ogen en oren van de samenleving,
maar ook dat slachtoffers vanuit het Openbaar Ministerie veel vaker en beter te horen krijgen wat er nou gebeurt als ze aangifte doen. Want je ziet echt een stijging van meer dan 50%. En het is natuurlijk heel erg dat mensen zich niet meer veilig voelen in de wijk waar ze wonen. En het tweede is, we hebben het voor elkaar, die verplichte voorlichting. Maar het moet nog wel landen in die scholen. Dus dat is eigenlijk een tweede belangrijk speerpunt. Dat scholen er op een hele goede manier ook mee omgaan. Vind jij het goed als ik een actiegroep opricht dat je iedere week bij Pauw en Witteman gaat zitten? Ja, zeker. Ja toch, dat hebben we nodig, een gezicht. Nou, en dat heb je en dat ben je, want je deed het fantastisch. Nou, dankjewel. Het is altijd heel belangrijk om als voorzitter van het COC de boodschap goed over het licht te brengen. We hebben een hele kritische achterban. Dus ik doe mijn best en blij dat jij tevreden bent. Ja. Is Henk Krol ook nog tevreden? Is de ruzie een beetje bijgelegd? Ja, Henk Krol, die minister, althans dat heeft hij zelf op zich afgeroepen natuurlijk, de minister van homozaken, althans vind ik. Is die ruzie een beetje bijgelegd? Nou, weet je, Henk en ik hebben absoluut geen ruzie. We streven voor hetzelfde. Onze aanpak is wat anders, maar dat geeft ook niet. Wij zijn een vereniging, we hebben leden. En Henk is zelf activist, maakt een blad. Dat is toch anders, maar zelf delen we hetzelfde doel. En dat is om die sociale acceptatie voor elkaar te krijgen. Dankjewel, een hele fijne avond. Dankjewel, jij ook. Ellie Lust, ook jij staat in de nieuwe Zij aan Zij, want dat moeten we nu zeggen. Waarom heb je daar aan meegedeerd? Nou, allereerst omdat Frank Kranen en ik inmiddels persoonlijk bevriend zijn geraakt. De hoofdredacteur? De hoofdredacteur, ja. En ik het een eer vind om in misschien wel het mooiste lesbo glossy magazine ter wereld te staan. Want geef mij een stad die een mooier blad heeft dan wij. Ja. Je bent in jouw functie ben je woordvoerder van politie Amsterdam, Amsterland moet ik dan zeggen. Hè? Dus jij weet als geen ander hoe het is qua geweld wat er nog steeds voorkomt en voorvalt onder homoseksuelen. Ja, en als je gaat kijken naar de afgelopen jaren, dan zien we ook duidelijk een toename in het aantal meldingen. En ik benadruk meldingen omdat we niet weten of er daadwerkelijk meer gebeurt. Of dat mensen meer ruimte voelen om naar de politie te komen. En vanuit ons Roze in Blauw team is dat natuurlijk ook wat we vooral doen. Zeggen dat we er zijn en dat wanneer mensen iets overkomt, dat ze dat ook melden bij ons. Want we kunnen omgaan met wat we weten, maar niet met wat we niet weten. Waarom denk je dat mensen geen aangifte daarvoor doen dan? Is dat schaamte? Is dat... Dat kan. Ik heb verschillende keren gehoord van mensen in informele gesprekken dat schaamte een belangrijke reden is. Weet je, je praat wel over je geaardheid. Het gaat wel over wie jij bent. En als je in die persoonlijke ruimte wordt belaagd, of dat nou verbaal is of anderszins, dan merk je dat het toch veel schroom is om dat te vertellen aan een politiebalie. En daarom hebben wij ook die drempel willen verlagen door bijvoorbeeld een apart telefoonnummer te hebben. Weet je, en je spreekt onmiddellijk ook met iemand die hetzelfde voelt als jij. Dus dat maakt de drempel hopelijk lager om wel melding of aangifte te doen. Weet je het nummer uit je hoofd, dan zet ik het nu onder in beeld hoor. Mike, ik weet het uit mijn hoofd, want als je me om 3 uur vannacht wakker maakt, dan lepel ik dat als eerste op. Nou, roep het. 020-559-5385. Dus zet het in je telefoon en als je ons nodig hebt, meld het bij ons, want dan kunnen we iets voor je betekenen. Ik neem aan, jij droomt ook, dat doen we allemaal. Als je droomt, hoe ziet dan jouw ideale wereld? Dat klinkt zo zweverig, maar hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, mijn ideale wereld ziet er in ieder geval uit dat iedereen affectie kan tonen naar de ander. Ongeacht kleur, of dat nou roze is of welke andere kleur dan ook. En dat uiteindelijk het roze in blauw team opgeheven wordt, omdat we niet meer nodig zijn. Zullen we daarop proosten? Alcoholvrij dan, hè? Nou, vanavond niet, want vanavond mag ik gewoon lekker in mijn spijkerbroek hier zijn. Dat is waar. Dus ik heb gewoon lekker een rood wijntje. Maar ik heb 2 bier op, dat kan niet, hè? Hoe ben je hier? Met de trein. Nou, schat, dan mag je 6 biertjes drinken. Kan mij het schelen. Dankjewel.
gezelligheid, maar aan alle leuke dingen komt.